echt zin was. Oké, bommetje. Gaan we samen doen. Nee. Hey, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Echt zoveel respect voor jullie. Alle waterpolo keepers, keepsters, jullie zeggen wel. Echt zoveel respect. Yes, daar zijn we. Welkom bij een spiksplinternieuw item op Keepers Handschoenen TV, namelijk het keepen in andere sporten. Koen gaat in de komende afleveringen keepen in allerlei andere sporten. En we beginnen hier vandaag bij het zwembad de Brandenburg in Beeldhoven. Koen, heb jij enig idee? Ik voel het al aan mijn water. Ja? Ja, een zwembad. Waterpolo misschien, hè? Zou kunnen. Nou, we houden jullie niet langer in spanning, we gaan naar binnen. Kom maar kijken. Kijk eens even wie hier is. Dus, ik vind het apart. Wat vind je apart? Nou, ik ken deze jongen niet als meneer Waterpolo. Dat vind ik apart. Nou, ik snap, en vandaag ga ik mezelf aan de andere kant laten zien, hier in het zwembad. Mike Havekotte, meer dan 150 duels betaald voetbal, momenteel topper. Ja, klopt. Dus ja, sinds 2 maandjes. Goed naar mijn zin. Mooi man. Maar we gaan waterpolo, toch? Ja, dus... Hij zei alleen dat we in het zwembad waren, maar ik dacht, link, waterpolo, maar... Nee, je hebt je handschoenen vandaag niet nodig. Dus die, ik heb ze wel bij. Je hebt ze wel bij. Ik denk dat het wat zwaar gaat worden in het water. Ga je het proberen? Ja, natuurlijk ga ik het proberen. Hallo. Ja. Proberen. Nee, ik ben... misschien gaat het veel beter. Dat jullie denken, hey, misschien doe jij nieuwe ontwikkelingen voor waterpolo. En binnen een jaar heb je heel Nederland waterpolo aan de keepershandschoenen. Ja, en die kunnen dan bij heel keepershandschoenen bestellen. Nou, hey, 1% zegt dit, we gaan naar binnen. Ja. Oh, jongens, wish me luck. Hè? Het is jammer dat jullie niet mee kunnen ruiken, maar dit is echt weer dat vroeger ging ik zeg maar schoolzwemmen en zo. Het is echt weer helemaal die feeling. Ik doe zo en dan ben ik omgekleed, hè? Let op. Jullie nieuwe Waterpolo International is gaar hier weer. Ik heb mijn broekje aangedaan, hè? Nederlands team. Ja. Goed? Ja, meteen. Dit is lat hoog leggen. Goedemorgen allemaal. Dit is mijn team. Hij is hier bloed voor al aan. Ik ben er klaar voor, hè? Geen schijnvakantie hebben jullie. Dit is je trainster van vandaag. Hallo. Hi. Koen. Anniek. Aangenaam. Anniek. Ja, wat heb jij aan? Nou, niet veel. Laat ik daarbij. Nederlands team, ik dacht gelijk, ik ga toch naar het Nederlands team doen. Ja, goed idee. En mijn handschoentjes. Goed idee. Je mag je weer even omkleden, want je mag gewoon even met waterpolo zwemmen. En die handschoenen heb je niet nodig. Het is wel sterk, hè? Ja, maar dat heb jij wel nodig, denk ik. Ga maar omkleden. Goed kleurtje wel, hoor. Tot zo. We hebben, en een beetje tempo. Ja. Ja. Forza Brandenburg. Huppa. Ik kom maar aan. Is dit echt jullie goed? Zit voor een meter. Jawel, maar het staat er goed. Ja, dat sowieso. Ja. Ja, daar twijfel ik niet over. Maar zo mag je het pad in. Zo mag je het pad in. Oh. We gaan naar het einde van het pad en dan gaan we eerst even kerbalen zwemmen. Dit is een cap. Ja. De 1! Ja, voor deze keer mag je hem op. Oh, ben jij 1? Ja, maar kijk, we moeten even onderscheid maken, hè? Ja, daarom. Jij mag 1. Oh. Ja. Ik ben wel de wissel. Ja, precies. Oh, ja, maar nee. Ja. Mag ik? Nee. Je mag even. Ja, doe maar. Ik ga niet met 13 lopen. Hallo. Oké. Ja. Oh. Precies. Oh, dit is mooi. Je ziet er al professioneel uit, hoor. Zo. Ja, dat is... ik heb de kiemers erin naar mij mogelijk. Ja. Ja, dat doe je echt goed. Goed, hoor. Nee, we gaan even een paar maanden in zwemmen. Ja. Ja, ik ben echt zenuwachtig. Oké. Ben ik klaar voor? Ja, oké, bommetje. Gaan we samen doen. Nee. Borstel. Ja, dat gaat. Zo! Nou, 2 vragen. Oh, dat is schoolslag. Ik voel het wel profiatie, hoor, hier vandaag. Maar dit is gek, hoor. Ja. Maar dadelijk doe je dit. Je moet me nou niet gelijk te blij maken en zo. Zo, we zijn klaar, hè? Nog een keer. Oh, nog een keer. Even warm maken. We gaan niet meteen open. Borstprobleem weer. Weer borstprobleem. Oh, daar gaan we. Hij mag wel zien. Oh, hè? Wat? Blinden. Nou, ik ga het proberen. Hey, dit is zo moeilijk. Dit is zo moeilijk. Blinde armen met schoolslagbenen. Nou, ik ben kapot. Dit is niet normaal. Zij gaan even voordoen hoe het moet. Ja, jij kan dat. Ja. Maar jij ligt ook zeg maar zo, je ligt hier met je hoofd. Ja. Je komt zo. Van heel veel hele goede sprongkracht. Want ja, je kan niet staan in het doel. Hè? Dus als je van hoek naar hoek moet, het is niet met voetbal alsof je op de grond kan staan en naar de hoek kan springen. Jij gaat een keer keeperstraining op het veld ook doen bij mij, hè? Is goed. Ja. Probeer om te zitten in het water. Zitten? Ja. Oh, ja? En je benen om en om bewegen. En dit is een bal, hè? Dus je mag het bewegen, hè? Ja, dat ziet er goed uit, hè? Rondjes. Dat doen we even, ja. Ik ga wel steeds meer naar die kant. Probeer nou eens zonder bal. Oké. En dan moet je dadelijk nog naar de hoek kunnen. Ja. Ja, maar je springt wel. Ja, dat ja. Oh, dit is zo raar. Oké, ben je er klaar voor? Ja, dat denk ik. Dan gaan we ook een balletje overgooien. Oh, ik moet daar, ja. Je mag ook met golfstaf velen. Oh, dat mag wel. Oh, dat is fijn. Oké, ja. Ja! Oké. Ja, en afgooien. Ja. Ja, dat. Heb je je keepershandschoenen nodig of gaat het goed? Ja, de grip is wel prima. Dus dat moet goed komen, ja. Nou, als het op dit niveau is, dit kan ik. Ja? Ja? Ja, dit ziet er wel goed uit. Probeer nou eens te vangen en te gooien met één hand. Zo. Hé, hey, maar dit gaat toch goed, hè? Ja, dit keer. Ja. Zo, dit is zwaar. Ja, okay. Twee handen, omdat deze wat zwaarder is. Ja. Oh ja. En teruggooien. Netjes. Zo goed. Je mag de stoel wel even rusten. Als ik de bal heb, heb jij rust. Oh ja. Hou maar bij je dan. Nee. Ben je klaar voor? Ja. Oké, doen we deze een paar keer en daarna gaan we het doen. Ja, ik ben er weer. Ja? Ja, ik heb echt zoveel respect voor jullie. Oké, het is goed. Ik heb het woon. Wacht, even midden van mijn goal. Ja. Ja? Ja. Ik heb het! Dit is toch niet normaal? Ja. Dat is idee, hè? Ja. Oh, hij staat wel. Ja. Oh, dat is goed. Ja. Ik heb een bal. Ja. Ja? Ja. Dit is gemeen, hè? Dit is gemeen, hoor. Ze dacht, ik pak een bal, ik moet even laten zien dat je nog niet kan. Maar ze heeft gelijk. Ja, je bent gered op de paal, hè? Ja, door. Mijn beste vriend. Je komt de hoek. Je schokker. Komt de hoek. Gaat het hard, hoor. Ik denk ook steeds dat die overgaat. Ja. Maar jij kan die lopje. Nou, dat komt. Ik had niet het idee dat Anniek hier echt moeite mee had. Nee, hè? Dat is zo zwaar. Ik heb zoveel respect. Zo! Oh! Zo! Ik had er even een hand achter. Dat is normaal, man. Dit is zwaar, hoor. Oké. Ja! Ja! Yes! En wat is de penalty? Waar is de penalty? 5 meter, dus waar jij nu ligt. Ja. Waar ik nu lig? Oké, penalty. Daar komt hij, hè? Jemig! Oké, gaan we even een kleine analyse voordat ze gaan beginnen? Analyse of rustpauze? Nou, kijk, ik zei analyse, maar het is eigenlijk voor mezelf even een rustpauze. Maar Anniek, even eerlijk, hè? Je hoeft het niet beter te maken dan het is. Hij heeft het nog nooit gedaan. Ja. Is het een beetje wat of is het helemaal niks? Of nou, ik had het erger verwacht. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik had het echt erg verwacht. Maar in welke... Ja, maar ik... Nou ja, je blijft niet op boven water. Ja, dat is... Nou, dan ligt er dan welke bal je pakt. Ja, oké. Ik heb hem ook die zien maken. Respect voor jullie. Maar als hij gewoon een normale bal heeft, blijft hij boven water. Pak hem wel snel op. En je doet het wel, hè. Het is best wel... Ja, dit is echt... Ik heb zoveel... Nou, even alle waterpolo keepers, keepsters. Jullie zijn geweldig. Echt, zoveel respect. Ik ga een keer een wedstrijd komen kijken. Ik krijg 3 kaartjes en voor. Maar echt, wat een kracht moet je hierbij hebben, zeg. Die benen, die... Die linkerverhaal. Ja, maar ook alsof niks. Ze ligt zo in het water. Gewoon, het slaat nergens op. Het slaat helemaal... En ze is rechts. Hey, maar nu gaan we echt een beetje beginnen, toch? Ja, nu gaan de meiden ook meeschieten. Ja. Dus Anniek en ik gaan allebei in een doel. Ja. En dan ja, mag jij soms... Koen mag af en toe een paar balletjes meedraaien. Ja, jij zegt, nu gaan we echt beginnen. Ik ben al kapot. Ik ben al echt begonnen. Maar dit was voor jou een warm-up gewoon? Ja, dit was eigenlijk nog niet zoveel voor mij, moet ik zeggen. Maar... Ook niet eens een warm-up eigenlijk? Nee, dat is wel zo. Heb jij tot nu toe al enige gelijkenissen gezien met gewoon type? Of is het echt 365 graden de andere kant op? Kijk, je moet gestoord zijn, dat is de gelijkenis. Ja. Je kan niet afzetten. Ja, je moet wel... Maar, nee, je kan niet afzetten. Je bent eigenlijk een soort machteloos of zo. Oh, jammer! Ja, ja, dat ben ik! Ja, laat het vallen! Ja, om en om, zo. Oh. Jezus man! Hoog blijven! Ja, dit is de laatste echt, hoor! Ja, ja, wissel! Ja, Pietertje, ga even wisselen! Jezus! Dit is niet normaal! Oeh. Dit is echt niet normaal. Je moet hoog blijven en dan op het moment dat het schieten moet je soort van uit het water komen. Ja, dat lukt niet helemaal, hè? Nee. En naar die hoeken, het is zo lastig. Maar je had twee reddingen. Ja, daarop houden. Ja. Ik heb dus een paar die komen gewoon als een soort go-go-gets. Ja, dat is niet normaal, man. Dat kan echt niet. Nee. Ik snap ook niet. Ja, je moet zoveel kracht in je poten zetten. Ja. En dan moet je met je handen eigenlijk ook, maar dan moet je ook daar zijn. Het is echt, dit is niet normaal. Onderom. Ja, en dan... Nee, het lukt gewoon niet. Mike, we beginnen bij jou. Ik kan niet anders zeggen. Hij heeft talent. Hey Koen, er zit potentie in. En het allerbelangrijkste is, vond je het leuk? Ja, nee, het was fantastisch. Nee, leuk is fantastisch. Ja, ik kom een keer terug, denk ik. Mag dat? Ja, ga je nu dan trainen op springen en pasen? Ja, ik doe met de fietsbenen, zo. Ja. En dan zo, omhoog. Ja. En dan de volgende keer, dan heb je alle ballen. Alle ballen. Jullie zijn ook met hem bezig geweest? En? Ja, wat ik al zei, boven verwachtingen. Nou, hij heeft echt een paar ballen gepakt. Ja, dat wel. Dat deed hij expres. Hé, maar dan moet je niet jezelf naar beneden. Nee, dus, ik ben gewoon een wereld waterpolo keeper. Ja, hé, liken, abonneren, commenten. Hé, tot de volgende. Ik weet niet waar hij me naartoe gaat brengen, maar dat zien we later.